Vandaag ben ik in Tilburg. Voor deze gemeente realiseert Van der Ven in combinatie met K-boringen de rioolboring aan de Enschotse straat. Dit project maakt deel uit van de Blauwe Ader. De Blauwe Ader is een stelsel van ondergrondse leidingen bedoeld om overtollig regenwater snel af te voeren om wateroverlast in de stad te voorkomen. Je kunt het zien als een gracht onder de stad. Deze week zijn de uitvoeringswerkzaamheden van start gegaan. Laten we een kijkje gaan nemen. Hey Dick, kan je mij vertellen welke werkzaamheden wij hier nu uitvoeren? Natuurlijk. Wij zijn hier gestart met het aanbrengen van de perskuip. Hier vandaan zal straks de boring vertrekken. De perskuip zal een 9,5 meter diep worden. Die wordt aangebracht middels de CSM-methode. Dat is een speciale techniek voor het aanbrengen van de bouwkuip. De CSM-methode is in vergelijking met andere technieken trillingsvrij en zettingsvrij. Dit beperkt de hinder voor de omgeving. Hoe werkt deze methode nou precies? Nou, loop maar mee, dan zal ik je het even laten zien. Oké. Met deze CSM-stelling frezen we met deze grote freeswielen een wand in de bodem. Tijdens het frezen voegen we cement en water toe om samen met het zand in de bodem een betonwand te creëren. Als deze wand klaar is, voegen we stalen profielen toe die hierachter liggen om een stevig geheel te krijgen. En wanneer kunnen we nou gaan starten met de boring? Het aanbrengen van de perskuip en de voorbereiding duurt ongeveer 9 weken. Eind mei hopen we te starten met de voorbereiding van de boring, zodat we begin juni kunnen starten. Naar verwachting zijn we eind december klaar. Dankjewel Dick, tot ziens! Ik kom snel nog een keertje terug. Wil jij nou ook op de hoogte blijven van dit project? Volg ons dan via onze website of neem een kijkje via de bouwapp. Daar vind je de laatste informatie over ons project. Tot de volgende keer!